Met dit raadsvoorstel vragen we de raad om in te stemmen met een budget van 1,9 miljoen voor de renovatie van het oude raadhuis aan de markt in Veghel. We proberen daarbij werk met werk te maken. We plegen groot onderhoud van vloer tot dak. We gaan verduurzamen van energielabel E naar energielabel A. En we maken een aantal aanpassingen aan het gebouw, zodat de bibliotheek weer gemoderniseerd is. En ook de bibliotheek levert een bijdrage om te herinrichten. Als die klaar is, hebben we weer een toekomstbestendig gebouw voor de komende 25 jaar en een toeristisch informatiepunt. Wij krijgen nu de kans om twee dingen samen op te pakken. Omdat er onderhoud plaatsvindt aan het gebouw, kunnen wij ook herinrichten. Je loopt nu in dit gebouw het donker in. En we willen juist hier een leesserre maken met veel meer licht. En bovendien wordt dan ook de tuin hier achter het gebouw aan de A toegankelijk. Het is een monument natuurlijk, hè? Dus de voorkant, ik denk niet dat dat ideaal is voor een rolstoeler, maar wel toegankelijk. Kijk, met lezen in Nederland gaat het slecht, maar we merken nu wel dat het lezen weer in opmars is. Nou, de bibliotheek is sowieso inderdaad om boeken te halen met enige regelmaat, een momentje van ontspanning thuis, maar ook een hele mooie plek om naartoe te gaan, om mensen tegen te komen, om me te laten inspireren door alle boeken. Ik zou de bibliotheek niet graag willen missen. Alle monumentale gebouwen zijn we bezig voor duurzaamheid. Als het de constructie wel toelaat van het gebouw, dan zal het zeker maximaal 20 zonnepanelen gerealiseerd worden. Als je een label E zet, het wens is zeker naar A toe. Als het aangebouwde gedeelte van de bibliotheek wel toelaatbaar, dan is het prima. Maar het wordt niet hier op het monumentdak gerealiseerd. We hopen dat het bij x bedrag blijft wat het in de voorstel staat. Net als wat we in Schijndel hebben gezegd, dat wij vinden dat de bibliotheek op een centrale plek, dat dat niet meer van deze tijd is en dat wij hopen dat jongeren blijven lezen en dat je dat volgens ons beter kunt realiseren door de boeken naar de jongeren te brengen. Volgens de landelijke onderzoek is daar afnemende vraag naar. Dat dit blijft bestaan en dat het duurzaam wordt, vinden wij hartstikke goed. Dan gaan we over tot de stemming over het voorstel. Dank u wel, dames en heren. Daarmee is dit voorstel aangenomen.